Deze week rond deze tijd: aandacht voor actuele politiezaken die hier in de provincie spelen. We maken gebruik van beelden, dus als je maar even de kans hebt, zet nog snel de televisie aan. De Omroep Flevoland app kan ook, dan kun je meekijken. Suzanne Lesquier van de Politie Midden-Nederland die praat ons bij dit keer over die politiezaken. We hebben een zaak in Lelystad vandaag. Ja, dat klopt. Daar is op 14 juli, op klaarlichte dag, ter hoogte van de poststraat, een vrouw beroofd van haar tas. Ja, en die vrouw was wellicht niet een heel willekeurig slachtoffer, hè? Nee, dat zou natuurlijk altijd kunnen, maar de tas was een opvallend dure merktas. En wat het een extra opvallende straatroof maakte, is dat in die tas de omzet zat van de winkel waar het slachtoffer werkte. Hm, hoe is dat precies gebeurd? Nou, het slachtoffer is onderweg om het geld af te storten, zoals dat heet en draagt de tas zoals ze hem elke dag draagt. Ter hoogte van de Poststraat dus wordt die tas van haar afgerukt door een jongen en die rent vervolgens richting de Neringweg. En nabij die weg, bij een restaurant, staat er dan een jongen op een bruine scooter voor hem klaar. Nou, samen zijn ze vervolgens weggereden in de richting van de Zuigerplasdreef. Ja, en jullie hebben beelden van die jongens hè? Jazeker, en het zou echt geweldig zijn als mensen weten wie dit zijn. Nou, hier zie je de mannen aankomen rijden op de scooter vanuit de richting van de Postwijk, langs de supermarkt, de Neringweg op in de richting van de Poststraat. En je kunt zien dat ze behoorlijk haast hebben. De jongen achterop is dus de jongen die de handtas heeft gestolen. Kijk maar even goed naar ze. Helemaal in het donker gekleed. En let ook even op de scooter. Misschien herkent u ze wel aan hun vervoersmiddel. En hier zie je ze ook nog even maken dat ze wegkomen. Ja, nou, we hebben ze dus uh, langs zien rijden. We hebben ook even het stilstaande beeld uh, gezien, Suzanne. Maar uh, je hebt ook signalementen voor ons, hè? Ja, gelukkig wel. Het signalement van de dader die de schoudertas afpakt is als volgt. Hij is vermoedelijk jong en sportief. 1,70 meter lang. Hij heeft een slank postuur en een zwart loszittende joggingbroek aan. En verder droeg hij een zwart vest met capuchon. Dan is het element van de dader op de scooter. Hij heeft een getinte huid, een donkerkleurig vest of jas aan. En hij heeft donkerkleurig golvend haar, maar dat kan ook een capuchon zijn. Nou, mocht je meer weten over deze brutale beroving in het centrum van Lelystad op 14 juli. mocht je misschien weten wie dit op hun geweten hebben. Wel dan met de bekende tiplijnen 0900-8844 eh, of anoniem kan ook 0-800-7000... Uh, en Suzanne Riskier van de Politie Midden-Nederland. Hartelijk dank.